Goedemiddag, dames en heren. Daar heb je het wasbord. Dat is wat het uithangbord hier in Loenhout. U bent er ondertussen mee vertrouwd. De bouwer van het parcours, Louis Arnouts, heeft dat ooit nog eens met de schop netjes opgehoopt en platgewalst. En dat blijft zo het hele jaar door liggen. Talita de Jong zag haar voorsprong gehalveerd in de laatste cross. Nummer 5 was dat. We zitten nu aan nummer 6 in de DVV. De boer die gaat terugvallen. Die krijgt 5 minuten aan haar been vanwege afwezig. En Jolien Verschuren krijgt hier een parcours dat niet echt op haar maat is. Dus wat het klassement betreft gaan we ons toespitsen op de Jong en Kant. Wat de aandacht betreft. Starten op die Brechtse weg. Dat is heel lang. En dan gaan we netjes die voetbalvelden omzeilen. Om dan toch richting Wasbord te gaan of Wasbord. En dan daar weer snel naar de aankomst. Op papier zou je zeggen, snelle ronde. Ja, dat klopt. Er is ook geen weide ondergelopen. Men heeft dat ook niet op een onnatuurlijke manier laten doen. Godzijdank. Maar dat het nu beenhard ligt, daar heeft Paul zijn twijfels over. Ja, het is nog maar de allereerste minuut, hè, zeg maar, dat het rond dat vriespunt komt. En dan kun je eigenlijk niet echt spreken over een keiharde, glibberige ondergrond. Het is vettig, het schuift en er zijn heel veel beken. En ja, dat wasbord en wat balken. En dan kun je spreken over een cross waar dat er toch wel wat techniek in huis moet zijn. Verschillende meningen over die grachten, over die beekjes, die greppels. Er zijn er die erop kikken en er zijn er anderen die vinden dat circusnummers. Dat gaat u straks ongetwijfeld nog horen bij de interviews bij de mannen. We kijken naar Talita de Jong. Nog wat last van een zware val. In name was dat. De schouderpartij wat geraakt en bovendien ook een virale infectie opgedaan. En daardoor wat thuis moeten blijven zitten. De boer ook niet van de partij. Dat is jammer, want zij stond derde. Dus dat heb ik u zo net verteld. Je hebt eigenlijk hier in die aanloop tijd zat om je te positioneren. Iemand die geen tijd heeft, dat is Vos. Je ziet haar daar drummen. Ze is al wat opgeschoven door een goede prestatie in de wereldbeker, door winst. Maar ze moet van achteruit en zie ze daar door een klein gaatje kruipen om toch nog voorbij Ali Anderson te geraken. Maar dat gaat daar net niet lukken. Maar zeker geen reden om nerveus te worden. Ze heeft nog tijd zat. Ja, ze zit nu al op plaats 11. Ze heeft dat behoedzaam gedaan. Ze heeft dat heel voorzichtig gedaan. En dat is eigenlijk zalig om naar te kijken. Hè. Dus dat gedrum, dat hoeft niet je laten ontploffen. Helemaal niet. Ja, ze is aanwezig en ze zal dat zo dadelijk wel laten merken. Je ziet een onvoorstelbaar hoog nummer op de schouders van Lucinda Brandt. Het nummer 80. Lucinda Brandt trekt daar de koord met Talita de Jong aan het wiel, met Sanne Kant en Ellen van Looy. Het gebruikelijke spektakel. Het zijn vrouwen die een start zelden missen. Ook Bremmeyer doet dat niet. Ook Verdonschot is goed weg. Maud Kapteins. En dan zit daar Vos al. Dit is de enige strook waar moet op gelopen worden. Hoe is dat mogelijk? Ja, je kunt je dat afvragen. En daar is niet mee, niet mee gevoefeld om het zo uit te drukken. Maar de opbouw van die tent links in beeld. Ja, daar is heel wat werk aan geweest. En alle vrachtwagens zijn langs daar gekomen. Vos ging helemaal buitenom al rijdend. En dat kost daar een aantal plekken. Dus moet ze toch eens overwegen om daar de volgende keer te lopen. Hier hebben we zo'n kracht. Hier gaan we het poortje door. En dan hebben we daar toch weer plek om wat op te schuiven. Die twee van Rabobank zijn al wel een klein pijpje uit. Ja, dat is knap dat ze dat nu al zich daaraan wagen. Hier heb je Bremmeyer, dan heb je Van Looy, dan heb je Maud Kapteins, Verdonschot, Aplikova, Vos met die inhaalbeweging, Ali Anderson. Altijd behoedzaam. Er is zo'n beetje starten om een plekje en eindigen op datzelfde plekje in de hoop dat ze geen accidenten tegenkomt. Renaat. Ja, de eerste gracht intussen achter de rug. En zoals Vos daarnet aankondigde, geen enkel vrouw die daar met de fiets al rijdend over vliegt. Dus iedereen van die fiets, waardoor dat dan toch eigenlijk een vertraging teweeg brengt. Kant nu derde, de Jong tweede. Dan een kloofje voor Bremmeyer, Van Looy, Verdonschot, Kapteins en de rest. Lucinda Brandt moet hier een parcours op haar maat vinden. Ik neem aan dat die paar frivole dingetjes, dat die haar wel wat zullen afremmen. Die sprongetjes bijvoorbeeld, daar zal ze dat strakke tempo dat zij als geen ander aan kan, er moeten uithalen.
En Kant zit daar in derde positie. Kant, de winnares van vorig jaar. Kant uiteraard vertrouwd met haar ondergrond hier, hè? Ja, en ook... Kemper, dat is Kant. Hè. Ja, dat is ideaal, hè, zoals ze daar zit. De kat een klein beetje uit de boom kijken. Tijd genoeg, inspectieronde afwerken. En dan de vraag stellen van de eerste ronde, waar is Vos? Want die moet je toch wel in de gaten houden. Daar heb je weer zo'n strompelding. Vrouwen moeten er dan helemaal doorheen. Moeten de mannen hier van de fiets? De meesten niet, maar een enkele zullen toch wel doordacht te werk gaan. Je zit eigenlijk ook vlak voor de kampioenschappen. En ja, nu kun je alles missen. Dat is een valpartij, dat kan nare gevolgen hebben. Maar de meesten zijn zo getalenteerd dat ze daar helemaal geen kluif aan hebben. Het grensgebied nog altijd gesluierd. We hadden de indruk toen we vanochtend in het midden van het land vertrokken dat het daar toch al wat zonniger werd. Maar hier is ze heel even komen piepen, de zon, maar ze is dan ook weer verdwenen. En het is nu nog wat meer dicht aan het trekken. Dat gaat de temperaturen ook niet bevorderen. Brandt kijkt niet om, die gaat lustig door. Het is ieder voor zich bij de vrouwen. Ja, als, ze heeft echt wel de kans nu. Hè. Dus er zitten wat vrouwen in de achterhoede die dat zeker niet gaan koersen achter haar. En die kans krijg je niet zo vaak. Onder meer Talita de Jong, die zal inderdaad wel afstoppen. Ik heb de indruk dat Vos haar tijd moet nemen, dat ze nog in gang moet geraken. Het is ook niet onlogisch dat je na twee spetters, twee keer winnen, na een lange afwezigheid, een kleine terugval hebt. Maar in principe zou ze daar naarmate de crossvorder moet doorheen kunnen. Ze zit hier achter Havlikova. Daar zit je in de wind. Krijgt hier nu wel een stuk na die wat technische passage dat daar volkomen moet liggen. Een hoog tempo stuk. Ja, misschien oogt zij ook wel op die lange strook richting aankomst. De Brechtse Steenweg, daar valt het zo vaak stil. Vooral omdat er ook vaak wind staat, maar die is vandaag afwezig. Ja, er is bitter weinig. Er is niks dat er bougeert in die bomen voor ons, waar we op kijken. Dus als je daar inderdaad een overschotje hebt, dan kun je daar behoorlijk een tempo maken. In de achtergrond al gesukkel. Een valpartij van Lara van Wunsel uit Wegelderzande. En ze is daar helemaal niet tevreden mee. Nee, ze is nogthans zacht geland. Daar in de spandoeken van het ijsboerken. Dit is de voorsprong van Brandt. Die is al aanzienlijk. Dus die kiest voor een solo. Ja, die heeft wel de kans. Er is hier bitter weinig wat daar niet aan staat. Dan spreek ik over Lucinda Brandt. En hier alles toch meteen uiteengeschoffeld. En dat hebben we ook bij de belofte vastgesteld. Daar hadden we ook gedacht van, oh, dat gaat een troepjesvorming worden. Een pelotonsprintje misschien. Maar nee. Alles op een rijtje of op een paar rijtjes, Renaat. 9 seconden de voorsprong van Brandt op Kant. En een seconde of 10 op De Jong. Dan 12, 13 op Van Looy en Verdonschot. Dan zien we Brammeyer Harris. Dan Vos met kapteins en Havlikova. Dat is op bijna 20 seconden. Dus toch al serieuze verschillen in deze openingsronde. Ja, hadden we niet meteen verwacht. Daar die trapjes op. Dan het stille water aan de rechterkant laten. Daar de afdaling van Kant, enigszins behoedzaam. Brandt kan daar eigenlijk niks schelen wat het klassement betreft. Het gaat er alleen maar om De Jong kwijt te spelen. Want jij kwam me nog net te zeggen, in Loenhout was ik vaak leider in het klassement, Paul. En dat is toch wel een vreemde opgave als je een leidersplaats moet verdedigen of een goede positie. Dan is het moeilijk om te winnen. Ja, als je een pak klasse hebt natuurlijk, dan denk je daar niet aan. Dus maar als je af en toe eens moet rekenen en dat je niet het grote supertalent bent, ja, dan is dat heel moeilijk. Die beide combineren en dan kun je toch maar beter 1 vogel in de hand hebben dan 10 in de lucht. Ik denk dat dat vooral een psychologische kwestie is. Waarschijnlijk wel. Je durft ook tijdens zo'n wedstrijd wat minder in het rood gaan, omdat je denkt van, ik kan daar straks de tol voor betalen en dan ga ik misschien mijn klassement verspelen. En dan hou je maar mat in. En dan rijdt de rest weg. Of een deel daarvan toch. Kapitein zat daar een moeilijk instapmoment. Daar rijdt Vos. Met het nummer 2.
Dit is die Brechtseweg. Die lange strook richting aankomst. Zoals dat past bij een weg, grenst er stuur onderaan vast. Mm-hmm. En hier de passage. Ja, kant in een benarde situatie. Hè. Dus nu al moeten gaan achtervolgen. Niet kunnen wachten op Vos, want dan weet je niet of dat die deur helemaal dicht gaat. Dan staat ze er nog helemaal alleen voor. Dus nu maar. Ja, beginnen aan die 10, 11 seconden. Probeer dat maar te dichten op Brand nu. Een tempo ontwikkelen dat de uit ziekte terugkerende jong misschien wel wat te hoog ligt. Hier hebben we Anderson. Toch al op 27 seconden. Dat is liefst 7 seconden na Bremmeyer. En dat na 1 ronde. De Jong natuurlijk in een fantastische rol als helpster. Een kouklemend publiek dat zich wellicht dacht op te warmen aan spanning. Is er nu niet meteen. Daar is het publiek gecentraliseerd. En op dat moment gaat Brandt ermee liggen. Ja, dat schuift. Dat is daar gepolijst. Dat zie je. Dat wordt minder en minder groen. Men heeft daar een prettige zone georganiseerd om wat meer controle te hebben. Want hier zijn veel baldadigheden geweest in het verleden. Ja, hier zitten ze wel opgesloten op deze manier. Een veiligheidszone achter de nadars. Dan kun je ze beter in het oog houden. Ook een probleem voor de Jong. Hij heeft een probleem aan de fiets. Die ketting ligt eraf. En Verdonschot is daar al. En Vos. En Van Looy. Oh. Dat is jammer. Hij moet ze achteraan het rijtje aansluiten. En dan gaat dat in het kopje spelen. Dan wil ze daar onmiddellijk zo snel mogelijk voorbij. En dan zou ze zich wel eens kunnen vergalopperen. Een probleem voor Rabo vooraan. En voor Rabo in de achtervolging. En dat bij de laatste beurt. Tenzij Bredene morgen... Ja, Brede, daar is hij ook van de partij. Krijgt daar ook een lichtlopende omloop onder de wielen geschoven. Hebben ze het in Bredene wat makkelijker gemaakt? Nee, totaal niet. Dus, maar het zijn de weersomstandigheden die dat overal wel de bovenhand nemen. En het was al niet de zwaarste. Daar hebben ze eigenlijk bewust voor gekozen. Dus krijg maar renners aan de start die dat het al zo druk hebben. Als je tussen Loenhout en Baal daar nog eens een extra zware cross moet bijpakken, dan ga je eerder denken van nee, toch liever niet. Nu is de bezetting daar goed. Renaat. Ja, Brandt heeft nog 3 seconden op kant en dan op 8 seconden volgt heel mooi een Verdonschot. 4e Van Looy, 5e Vos. De Jong is intussen binnengegaan voor de wissel en komt nu als 7e in de slipstream van Bremmeyer uit de materiaalzone. Dat zagen we. Hier komt de kant nagenoeg aansluiten bij Lucinda Brandt. Toch wel een paar hobbelstroken, hè? Ja, deze strook zie je dat eigenlijk heel goed. Dat het nog wat dokkert, dat eronder wat hardheid, het zachte dat we gewoon zijn in Loenhout. Tweede ronde, Vos komt er wat doorheen. Ook al omdat de kop van de koers er letterlijk ging bij liggen of staan. Brandt waar ze moet zitten nu en nu moet zij gas geven. Ik ben benieuwd wat Brandt gaat doen. Ja, best samenwerken. Je valt voor Vos. Ja. Bij het uitkomen van zo'n greppel. Dus Rabo met z'n drieën tegen de vlakte. Ze hebben er allemaal alles van geproefd. Dat gaan we dan nog eens bekijken. Daar gaat het goed, met enige voorzichtigheid. En het is dan in de diepte dat ze struikelt. Ja, ze heeft toch gekozen om eigenlijk tegen de grond te gaan. Dus er was een klein verstuikingetje. Ze ging door de enkel en dan kun je maar beter onmiddellijk meegaan in het verhaal. Belangrijke seconde voor Kant. Daar staat de boog. 2e ronde, dus 15 seconden. Brandt speelt geen rol. Talita de Jong pakt ook geen punten. Dat wil zeggen dat Sanne Kant nu binnen de minuut komt. Er staat nu op 52 seconden in het klassement van de Jong. Als je er ook nog rekening mee houdt dat we naar Baal moeten en dat het in Baal altijd lastiger ligt, dan moet dat Kant echt toelachen. Mm-hmm. Dat gegeven. De Jong komt daar bij Vos en neemt galant over. Lucinda. Dus Vos vindt haar snelheid niet. Nee. Kant, Brandt en Van Looy, dat is de orde bij de tussensprint. Hier heb je het Belgische duo van Looy Verdonschot. En daar het Nederlandse koppel, de wereldkampioenen met de zevenvoudige wereldkampioenen.
gaan ze daarachter niet graag hebben dat zij vol op kop blijft rijden met Sanne Kant in het wiel. Gaat Talita de Jong met name niet graag hebben. Maar ze gaan uiteen, hè? Ja. Je hoorde het ook in het interview met de Jong. Ik hoop dat ze daaraan wil denken, Vos. Dat we nu nog ploegmaat zijn. Ja, maar ze heeft het over... Dat was een smeekbede. Ze heeft het over Vos gehad, maar ze had het ook best over Lucinda Brandt gehad. Ja, daar zullen ze misschien geen rekening mee gehouden worden vanwege gebrekkige crosscapaciteiten. Maar je hebt hier zoveel lange stukken. Waar dat tempo zo wezenlijk is... Vos die eens omkijkt, komt er nog wat aan? De kronkelzone. Ja. Doet wat denken aan bepaalde passages van het parcours in Hasselt. Korte koppeltjes. En dan Bremmaier. In plaats 7, Kapteins op plaats 8. Avdikova op 9 en Andersen op plaats 10. Loesel zit op plaats 11. Hier Bremmaier met de kapteins er niet zo ver achter. Kant met de focus. Ja, wacht niet. Dus dit is eigenlijk bijna tegen de limiet dat ze aan het rijden is. Ze heeft daar groot gelijk natuurlijk. Als zij toch nog aan dat klassement denkt, dan is ze er wel heel goed aan het knabbelen nu. Spetters van Vos zal er niet meteen komen. Nee. Haar lichaamshouding verraadt dat. Dat merk je meteen. Daar gaan we niet onmiddellijk bij vertellen dat ze kansloos is. Normaal is het. Het zou zomaar eens kunnen dat we nu daar een hergroepering gaan komen. En de jong die moet toch maken dat ze vooraan komt. En dan zou het zomaar eens kunnen dat ze op een bepaalde wijze dan toch ook mee van voren komt. Renat. Ja, maar het zijn wel 13 seconden intussen. De achterstand van de jong. Wat je bij de vrouwen niet vaak ziet, dat is dat hier op het wasbord terrein gewonnen wordt. Nee. Bij de mannen heb je kerels met een fantastische techniek die daar zomaar jongens passeren. Ik denk dat ze bijna allemaal dezelfde chrono hier afwerken. Bijna even snel. Het is een kwestie van ritme, een kwestie van lichaamshouding. De balans wat zoeken en durven naar voren te leunen. In de dalende strookjes het tempo halen dat je nodig hebt om het volgende heuveltje te pakken. En dat iedere keer weer ritmisch herhalen. Aansluiting Nederland pakt Vlaanderen hier. Ja, en die gaan koersen. Die gaan onmiddellijk van het moment dat ze op de laatste rechte strook komen, het gas helemaal open trekken. De Rabo's. Wat onorthodox de loopstijl van Nicky Bremmaier. Je kapteins, laten we zeggen... De vierde of vijfde Hollandse in het rijtje. Zeker bij afwezigheid van De Boer. Als je Vos daar nog eens bij haalt en De Jong en ook Lucinda Brandt en De Boer, dan kom je bij kapteins op nummer 5 in het rijtje, in de pickorde. Nog 3 ronden. We zijn op 3 ronden van het einde. En De Jong aan de arbeid. Verdediging. In het nieuwe reglement van de DVV. Dit seizoen geen bonus aan de aankomst. Het groepje hier op 12 seconden. Vos blijft zitten op positie 5. Ja, het is wel van niet beter kunnen, want die zou absoluut wel een handje toesteken. Ja, gezien haar instelling die ze in andere wedstrijden getoond heeft. Op de weg, zeker. Stevig doortrekken om... gladjes een vlotte top van die brug te halen. Mm-hmm. Er staan hier nogal wat bruggen. Hè? Terug naar die gladde bocht nu. En naar de daar hebben we het loopwerk. Ja, het vettige strookje. Brandt wat dieper uit die bocht, wat langer op de fiets. En Van Looy. Ja, die jongen een handje toesteekt. Ja, die werkt altijd, Ellen Van Looy. Van Looy die vijfde staat in het klassement, maar dat is dan ook al op een ruim verschil op 3,35 van de Jong. Vanaf hier kan het allemaal in het zadel. Voor wie een goede tred vindt, is de brug te slaan. Is het nog altijd mogelijk om vooraan te komen?
goed lopende stroken in een vaak drassig liggend weiland. Als het weer dan helemaal anders is dan vandaag. Zon doet weer wat meer haar best. Wordt weer wat klaarder. Kan het ook. Kijk, daar ziet de brand af, hè. Die overgang naar die greppel. Ja, ze is ook met een straffe madame op pad natuurlijk. Brand heeft dat nog niet zo vaak meegemaakt om met Kant, die dat toch, ik ga niet zeggen ontketend is, maar toch wel het tempo heel hoog houdt. En dat is logisch, hè. Zij is aan het klassement aan het prutsen. En ja, dan moet je diep durven gaan van het begin tot het einde. Lommel is opgeschoven naar plaats 3. Ik heb het over Verdonschot. Ja. Heeft zich wat losgewerkt in die dag, in dat achtervolgend groepje. Hier zit hij met Avrikova, met Bremmeyer en op Sake met Kapteins. En lengte of twee. Lommel rijdt weg. Maar dat is een opdracht om dat te dichten. De Jong wil dat beletten. Op een hobbelige strook waar de ketting ook wel wat afziet. We gaan weer naar Renat. Ja, bij de Nederlandse bondscoach Gerben de Knecht. Marianne Vos, zeg eens. Ja, ze lijkt iets minder sterk als afgelopen maandag in Zolder, maar dat weet je natuurlijk nooit. Hè. Ze heeft geen goede startplek. Ze kan zeker nog voor de winst rijden, maar dat geldt ook voor Lucinda Brandt. Nou, Brandt die nu wel een paar meter moet laten achterkant. Ja, technisch is natuurlijk iets minder als Sanne Kant, maar die rechte stuk heeft ze heel veel power. En, ik had er vooraf al getipt, dus ik hoop dat ik goed gedacht heb. De grachten, wat is jouw opinie erover? Ja, goed. Ik vind er net een paar te veel. Er zitten er wel vier in. Een beetje kermis. Maar goed, in deze periode van het seizoen moet dat kunnen. Ik had liever de oude Lunout Cross met wat meer lopen. Ja, over Lunout Cross gesproken. Jij als Nederlands bondcoach. Je hebt deze wedstrijd uitgekozen met een bepaald doel ook, hè, voor een van je selecties. Ja, dus voor de onder 23 dames heb ik deze wedstrijd aangemerkt als selectiewedstrijd. Niet zozeer dan voor het parcours, maar wel met alle dames hier aanwezig zijn. Dan is het voor mij makkelijker vergelijken. Anders is het toch een beetje appels met peren vergelijken. Dus dames en onder 23 dames. Het is heel moeilijk om daar een keuze uit te maken natuurlijk. Dus nu weer allemaal in één wedstrijd, dus eerlijk. Dankjewel. Als je het over categorieën hebt, dan spreek je het taalkundig over vrouwen. Allemaal? Nee, Compton is er niet, Mani is er niet, Nash is er niet. En dan hou ik het daar nog maar bij. Er zijn er nog wel een paar niet van de partij. Maar wat het aantal betreft, 75, dat is wel erg veel. En we komen zo meteen in de tweede wedstrijdfase. Daar zijn we eigenlijk al aan toe, want we zijn al voorbij, halfweg in deze derde ronde. Dan kan het wel eens zijn dat we zo meteen al gedubbelde gaan tegenkomen. Dat gaat niet lang meer duren. Maar dat is traditie, hè? De aandacht voor Lunat is altijd groot geweest. Hier kun je vaak de aantallen die je hebt in het begin van het crossseizoen verdubbelen. En Kant, die gaat dit niet meer laten weghalen. Amai, verdomd schot. Naar 2. Aan lef ontbreekt het. En dat Vos daar niet blijft zitten, dat is andermaal een veegteken. Ja, ja, maar misschien is dat ook allemaal wel een klein beetje ingecalculeerd. Kom, Paul. Dus zo terugkeren. Ze heeft een temperament om bergen te verzetten. Ja, maar krijg je niet een klein beetje een terugval zomaar logisch. Vanaf dag 1 erin vliegen en dag 2 winnen en cross 3 winnen? Ja, dat is de logica zelf. Ja. Maar bij Vos kun je niet zo vaak over logica spreken. Het verstand, dat komt toch met de jaren, dacht ik. En bovendien is het ook zo dat in deze periode tussen kerst en nieuwjaar de opeenhoping van crossen zo groot is dat nogal vaker vrouwen en vooral mannen een cross laten schieten of gewoon thuis blijven en dan ziekte als reden opgeven. Rust. Roest niet altijd. Nee. Vos blijft daar netjes achter het wiel van Looy. Ja, die gaat er zich niet mee bemoeien. Dat kun je nu al stellen. En Brand zou nu zo verstandig moeten zijn om een paar hectometer, al was het een halve ronde, in dienst van de Jong te rijden. Ja, dat had ze daar straks heel goed kunnen doen. Dus maar toen was er geen sprake van. Nu zit ze daar wel in een geëikte positie. Renat.
Ja, ik sta langs het wasbord waar het publiek geniet van deze BMX-hindernis. En wat een prestatie van Verdonschot. Hier komt ze dan. Dus kijken naar die achterstand. Dat zijn toch 9 seconden met Brand en De Jong. En dan wat verderop op 16 seconden. Dat gaat moeilijk worden. Marianne Vos. Komt wel heel goed door die strook. Heel ritmische passage. Kant die vorig jaar won voor Havlikova van Looy Verschuren en zelfs Lucinda Brandt. Dus nog altijd mee vooraan. Die werd vorig jaar 6e. Bezetting was toen toch duidelijk minder. Vos nu voorbij van Looy. Is dat een signaal? Komt ze wat in haar ritme? Kapteins altijd met overgave. Een soort van werkmanstijl. Ook bij de vrouwen kan het inderdaad een zeer interessante meeting worden voor het Nederlands kampioenschap in Sint-Michielsgestel. Ja, daar zit heel wat op een hoopje. Kijk, Vos is nu dat bruggetje aan het slaan. Is er nog niet helemaal aan toe, maar doet wel haar best. Brandt wil niet overnemen. Dus dat kan nog interessant worden in die achtervolging op Sannekant. Als ze Vos kan aansluiten en ze is bereid om hier een handje toe te steken. Dan kunnen ze met z'n drieën ronddraaien voor Rabo. Ja, maar dat ga ik al niet meer geloven. Na hetgene dat ik daar straks gezien heb. En nu weer, Talita de Jong vraagt tot 2 keer toe om toch eens een keertje erover te komen. En, dat, ja, en dan past ze helemaal. Ja, dan zal Talita haar portefeuille moeten bovenhalen. Ja, ik dacht dat vrouwen dat helemaal onder de knoet hadden om voor elkaar te werken. Maar er ontbreekt wat. Of er is wat geweest in het verleden. Wie zal het zeggen? De split-up komt eraan. Volgende zondag staan ze daar, als tenminste deelnemen in Baal, allemaal met een ander shirtje. Het is een kwestie van een half minuutje en Vos komt aansluiten. Als het al zo lang duurt. Komen ze daar toch al het hoekje uit? Ja, daar kwamen ze. Kant loopt niet echt verder weg. Daar kwamen ze piepen. Maar het is werkendag, hè? Is zeker niet lichtjes rondfladderen. Het is geen vliegmeeting. Nee, er is variatie genoeg. Al die beken, die modderstrook, een paar bochten waar dat je echt wel moet opletten. Dat weet Brandt zeker. Verdonschot nu in positie 4. En Vos ging er rechts. Totaal ander traject. Komt nu wel dicht bij Verdonschot. Voilà, Verdonschot zit daar nu netjes ingepakt. Van Looy Kranig. Ook een ziekteperiode achter de rug. En haar titel in Diegem niet kunnen verdedigen. Wel sterk teruggekomen op Zolder. Hier kun je heel goed kijken. Hier kun je de maat nemen. Ja. Kijk, Brand naar luchthappen. Mistig weer, koud weer, altijd zwaar weer. Niet zo evident om de hoogste snelheden te halen. Vos raakte daar heel even haar pedaal kwijt. Want je voelt het, hè. Ze moet ook hier weer haar tijd nemen naar de inspanning die ze geleverd heeft om dat bresje te dichten. De fase waarin Kant voordeel kan halen. En als ik even terug in mijn herinnering ga, dan heb je hier altijd wel een gracht of 2 gehad in Doenhout. Ja, wel. Dus ik zou niet te snel van een kermisbedoening spreken. Nee, ook aan de overkant waren die. Wat is het verschil tussen een klein grachtje en een koppel balken? Weinig. En de natuur, het zijn grachten die dat hun functie wil hebben. Dan kun je spreken over alle hindernissen benutten. En dat is een heel ander verhaal dan een kermisgedoe. Ja.
chrono tikt 6, 7, 8. Het gaat om en bij de 9 à 10 seconden zijn. Zeker geen gewonnen spel. Nee. En zeker omdat zij er hier doorkomt. Dus van de bank, de zetel dus bij hun in het veld. En zij komt erdoor, Talita de Jong. De wereldkampioenen. Meer dan behoorlijk voor de dag na de onderbreking. Ook Vos. Die overpakte bij Brand. Verdonschot is haar grenzen aan het verleggen. Het is goed dat ze dat eens doet. Ja, dat mag. En deze omlopen, iets lichtlopender dan. Dat moet daar passen. En dan moet je lef hebben, dan moet je je durven meten. En dan kun je spreken dat je af en toe met de grote al kunt meedoen. Ja, daar is lekker afzien in het wiel van een Madame à la Vos. En dan ga je vooruitgang boeken. De Jong is hier alles aan het redden. Naar het klassement. Ja. De allerlaatste manche uiteraard in Lille. Een van de koninginnen van de cross. Maar dat is dan na het WK. Dat is de eerste grote confrontatie na het WK. Op het prachtige parcours op de Lilse Bergen. Dat is manche nummer 8. Baal is 7. Dat is zondag al. Lille, waar Sanne Kant thuis is. Ja, daar woont ze heel dicht bij het parcours. De Jong goed onder stoom. En de druk op de schouders van Kant. Maar toch ook wel op deze jonge Nederlandse. Vanwege die klassementsverdediging. Ook Vos beperkt nog altijd de schade. Verdonschot gaat nog mee. Bij de junioren ging de overwinning naar Toon van den Bos. Dat was een strijd zoals deze. Met een handvol seconden. Die Toon van den Bos had bij het ingaan van de laatste ronde. En hij hield die ook op Niels van de Putten. De Limburger Timo Kielig, de derde van de Europese kampioenschappen bij de junioren, werd de derde in een vinnig sprintje. Mooi beeld. Kant haar toren nog op de brug. Ja, fantastisch beeld. Waar je snel aan toe komt, want daar komt Vos al. Met Lucinda aan het wiel, Brandtus, Verdonschot nog altijd goed mee. En Van Looy moet haar meerder erkennen, ook in Verdonschot. Wordt dat wat het BK betreft een fraaie strijd voor plaats 2? Kant als topfavoriete en dan Verdonschot Van Looy? Ja, dat zit er echt wel aan te komen. Goeie beurt ook van Lucinda Brandt hier op het wasbord. Tempo moet nog omhoog. Ik heb toch de indruk dat Kant de afstand weet te bewaren. Ja, het blijft exact op die 9 seconden. Het is dus afzien, want nog één ronde straks als de bel gaat. Dan wordt Pepe Philips, de Duitse, gelapt. Een ronde aan haar been. En bij Vos op een dikke ronde van het einde ziet het er naar uit dat het vechten wordt voor een podiumplek. De Brechtse steenweg, die moet er, daar moet het gaan gebeuren. Deze drie nog altijd netjes samen. Aan elkaar gewaagd. En voor de rest nog niemand in het zicht. Dit is natuurlijk een formidabele strook voor de Jong. Hij heeft een goede tijdrit in de benen. Kijk naar de wat opwaartse positie van Kant, die wat voor windvang speelt. De Jong meer gebald, afgerond. Ja. Aerodynamischer. Ze doet er wel 5 seconden af. En dan komt de Vos, die weet ook hoe dat moet. Tijdrijden wil daar minste discipline van alles. En maar op 13 seconden. Spitse slotronde van Vos en alles kan hier nog kantelen. Maar moet er wel snel aan beginnen. Kant, ondanks haar jeugd, 27 zeker, nog altijd een pak ervaring uiteraard. Is de enige van de vrouwen met Van Looy die daarvoor aanstrijden, die alles voor haar rekening neemt. Ja,
niet één cross past. Goedje uit. Het is ook haar hoofdbezigheid, hè? Jawel, prof. Terwijl de Jong natuurlijk ook volledig op dat wegseizoen toespitst. Tussen de 40 en de 45 wegdagen op haar actief heeft ieder seizoen. En dat is dat bewijs combineerbaar met een goed veldseizoen. Wat volgen die hindernissen elkaar razendsnel op. Ja, als je je tempo wat te pakken hebt, dan moet je er weer uit. Hier springt ze achter haar fiets. Dat hebben we bij de belofte ook gezien. Ja. De vermoeidheid sloopt binnen. Ja, mee willen. Iets te vlug slaat op die binnen, fiets. Moet ik zeggen. En dan dat kleine sprongetje van die tube. De fiets springt omhoog en dan heb je dat zitten. Dat dansen van het tuig achteraan. En dan komt Vos plots weer op het wiel. Ja. Zij heeft het heel even bemerkt. Ja, het gat is wat groter. Dat geeft de burger moed. Kant is gerust. Daar komt de Jong de bocht uit. Ik ben benieuwd of ze meteen weer afstand gaat nemen van Vos. Trapt een vrij groot verzet, de Jong. Dus overigens brandt hij in positie 3 zit. En het verbondschot nog altijd uitstekend mee. Ja, 20 jaar. En goed mee. Misschien wel aan haar beste cross toe. Maar je schuift bij de vrouwen zeer snel van plaats 4, 5 naar plaats 7, 8. Als Mani en Nash en Compton erbij zijn. Hè? Ja, we moeten er wel rekening mee houden. Plots komen ze dan allemaal naar het WK. En dan sta je voor een voldongen feit. Maar goed, daar moet je overheen. Geduld is het wapen dat de jeugd meestal niet heeft. En zij die dat wel hebben, die komen het verst. Zij alleen. Door de Noorderkemper. Ellen van Looy. Aangezicht van de kant oogt weer wat zonniger. Ja, dat is een geruststelling. Hè. Als je dat door de micro's hoort schreeuwen, ja, dan weet je dat er wat gebeurd is achter u. En dan weet je dat je weg bent. Foutloos blijven hoort ook bij dit vak. Kijk naar de fiets. Want dat interesseert me ook wel van de Jong. Licht slooping. Als dat nog wat meer gaat de sloopingvorm aannemen, dan wordt dat een probleem bij het schouderen. Dat denk ik ook. En daar weet Meusen eigenlijk al van mee te praten. Zijn elleboog gestoten, een ontsteking. Aan dat nieuwe trekframe? Ja. Vanwege een te grote sloopingvorm? Sloopingmodel. En dan, als je moet schouderen en je bent het gewoon, je weet hoe ver dat je mag gaan. En er schort wat of er is wat minder ruimte. Dan heb je eigenlijk de kans om een tik te krijgen. En dat is bij Meusen gebeurd. Vos holt achter de feiten aan een verdoodschot, wel tegengestelde. Gaan we naar een tweetal op het podium uit Vlaanderen? Stel u voor. Mooi. Rijdt Jan Dori naar de Jong toe. Ja, maar ze zit wel met een paar meiden die dat echt wel heel snel zijn aan de finish. Wat een kans om daarmee af te rekenen. Ja. En wat heeft zij in petto? Je wat een gelegenheid om zichzelf te onderscheiden. Ja, het is ook voor het eerst dat ze daar zit. Ja, dat is... En dat ze daar eventueel een sprintje kan plaatsen. Maar zover zijn we natuurlijk nog niet. Ja, het is een snotneusje tussen die grote namen. Maar hier komt Brand dan toch weer. Vos ziet het steeds van op een grotere afstand. Het is één grote jacht geworden, deze cross. Enerverend voor de wereldkampioenen dat ze Kant niet meer in het oog krijgt. Nee, die is weg. Zeker als dit soort werk eraan komt, keren, draaien, bultjes op, af, dan kun je het schudden. Het zal ongetwijfeld een opluchting zijn mocht ze kunnen winnen. Na een paar verliesbeurten, ook al was het nipt in Zolder. Dan zaten ze elkaar wat in de weg en de achtervolging. Kijk, dat is belangrijk. Hè? Kant is daar de bocht al uit. En zij moeten hier nog aan beginnen aan dat helling. Hier had Verdonschot één plaatsje moeten opschuiven. Dit kan zij
zeker zo goed dan Brandt. Best een lange ronde. 2,9 kilometer. Meestal mikken organisatoren op 2,5 tot 2,8. Maar gezien de relatief hoge snelheid kan dat wel. Wat de rondetijden betreft, ik zie de snelste ronde tot dusver op naam van Lucinda Brandt. 7,44,2. Talita de Jong staat op 2 met 7,47. Vos op 3, 7,51. Zegt natuurlijk niet alles. Sanne Kant staat op 4, 7,51. Maar heeft wellicht een grotere gelijkmatigheid van snelle ronden. Heel met Rabo. Heel Rabobank vertegenwoordigd nu van voor hier. Oeh, Lucinda Brandt uit de klikpedalen. Kom maar, kleintje. Dat was Sinead Burke, een Britse, die gelapt werd. Vos heeft zich in tweede positie genesteld. Ja, die ruikt het podium, Vos. Daar raak je niet meer vanaf. Sprongetje naar plekje 2 dan toch nog voor Vos in extremis. Ja, dat zit eraan te komen. Ik hoop dat er niet te veel in het pad blijven rijden. En daar komt Kant. Kant baant zich een weg door de sluier van mist. Het gaat ze natuurlijk niet meer afgeven. Daar gaan we toch vanuit. Ook al wordt daar wel flink doorgeramd in de achtergrond. Geen bonus. Dus de vrouwen van Holland kunnen sprinten voor de plaats. Sanne Kant wint hier wel. En volgt zichzelf op. Na, laten we zeggen, haast foutloze technisch hoogstaande cross. Vos wordt uiteindelijk nog tweede. De Jong wordt derde. En een bijzonder puikenverdonschot wordt vierde. En uiteindelijk Lucinda Brandt, dat foutje op het wasbord heeft haar genekt. Zij komt hier als vijfde over de streep. Kant en dan Vos op 6 seconden. De Jong ook op 6 seconden. Verdonschot. Mooi was dat. We hadden haar wel een plaats op het podium gekund, maar dat komt wel. Hier heb je Brandt op plaats 5 op 26 seconden. En dan komt hier Ellen van Looy binnen op plaats 6. En gewoontegetrouw geeft zij zich tot op de streep. Ja, de seconden. Die tellen. Op 40 seconden komt ze binnen. Dus Sanne Kant loopt alles bij elkaar. 15 seconden bij het tussenpunt. En hier 6 seconden aan de streep. 21 seconden in. En is, als je het mij vraagt, rijp voor de eerste plaats in het klassement na Baal. Mocht het nog wat regenen, zou ik zelfs durven zeggen met zekerheid. Ja, maar het is nu al pittig zonder de regen in Baal naar verluid. Daar komt Kapteins binnen op plaats 7. Bremmeyer op plaats 8. Avlikova op plaats 9. Ja, die hebben we gemist, hè. Ik denk dat daar Artsoufi aankomt in het geel. Dat is ook zo. Artsoufi moet nog wel een sprintje plaatsen tegen Loes zelfs. En komt die nog binnendoor? Ja, die komt nog binnendoor voor dat tiende plekje. Dan hebben we op 11. En Del Carmen Alvarado, de Nederlandse, op 12. Daar in het hoekje komt Erlandson eraan. Dat is voor... niet Erlandson. Noskova en Andersson en Bakker. Kijk naar de vreugde. Dat is niet heel goed zichtbaar, maar het spat er wel van af. Ze heeft er weer eentje te pakken. Ja, een goeie. Dus weggereden in het begin van de koers. De leiding genomen. Al het werk op haar schouders. Ja, je wil nog altijd graag winnen. In Loenhout. En voor Sanne Kant is dat in deze DVV-trofee 4 op een rij. Hamme, Essen, Antwerpen en Loenhout. Dus 1 Kant, 2 Vos, 3 De Jong, 4 Verdonschot, 5 Brandt, 6 Van Looy, 7 Kapteins, 8 Bremmeyer, 9 Avlikova en 10 Loes Sels. 4 vrouwen binnen het bestek van 10 seconden. En dan heb je een breekpunt van een minuut voor kapteins. Ruim een minuut.
Dus je hebt hier wel een garantie op spanning, maar toch ook op voldoende verschillen tussen zij die goed zijn en de anderen die een minder dag hebben. Het is een duidelijke conclusie en die hebben we ook al getrokken na de belofte. Daar komen we straks weer aan toe met een mooie samenvatting. Vos, toch nog in extremis de Jong vooraf gaan. Hè? Ja, ja. Zo'n psychologische knaller uitdelen van ik voor jou, madame. Ja, 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 dat kun je haar blijkbaar niet afleren en dat hoeft ook niet. Nee, het mocht. Sannekant is klaar. Sannekant, hele mooie overwinning om niet evident op deze snelle omloop. Nee, dat is eerlijk gezegd niet echt een parcours om alleen te rijden. Dus, maar ja, op een gegeven moment kom ik alleen te zitten en kost mij één ding proberen en dat was gewoon vol doorgaan en het was genoeg. In het klassement kom je nu op een seconde op 46? Ja, ik denk dat er op zich nog redelijk veel kan gebeuren. We hebben nog twee manches te rijden. Dus balken is volgens mij altijd redelijk grote verschillen. Dus. Het is, ik heb het voor de wedstrijd ook gezegd, ik ben daar niet echt mee bezig. Ik win veel liever hier dan dat ik dat klassement win. Ja, en je deed het dan eigenlijk helemaal alleen hier vandaag? Ja, het was, ik kwam mijn eigen nazolder. Ja, voelde mijn eigen... Mentaal was dat niet gemakkelijk. Als je het gevoel hebt dat je kunt winnen, had dat dan niet lukt. Dus, en vandaag wou ik ook laten zien dat het niet per se tactisch moet voor mij. Dat ik het ook gewoon op eigen kracht kan. En ik denk wel dat het redelijk mooi was om naar te kijken. Klopt. Hartelijk gefeliciteerd. Dan gaan we eens kijken of de nummer 2 of 3 beschikbaar is. We zien in elk geval wereldkampioene De Jong, die interviewbaar is. Talita, de schade kunnen beperken. Dat is dan de voornaamste conclusie van de dag? Ja, helaas. Ik voelde me eigenlijk heel goed en ik merkte in de wedstrijd dat ik gewoon heel sterk was. En dan een stomme foutje in de tweede ronde, waardoor ik viel de ketting eraf. En ik zat een beetje te stuntelen weer en fietswissel. En ik merkte gewoon dat ik gewoon heel sterk was. En kwam ook steeds korter en ik haalde de groepjes terug in en ging er gemakkelijk overheen. Dus dat was spijtig. En die tussensprint die kon ik dus al niet meer pakken, omdat ik dus achterin zat. Dus spijtig. Geprobeerd schade te beperken, maar ja... Dat is lastig. Ja, je verliest een seconde of 20. Hoe cruciaal kunnen die zijn bij de eindafrekening? Nou, er komen er nog 2 aan. En eerst volgende is Baalzondag. En ik hoop dat ik daar een mooie uitslag kan rijden. En met een goed gevoel daar naartoe gaan. En deze vorm mee te nemen. Om dan de voorsprong hopelijk weer terug uit te bouwen. Want ik denk wel dat het een mooi parcours is voor mij. Jij hoopt op een snel parcours in Baal? Ik hoop eigenlijk wat meer lastig en meer zwaar. Dat ik eindelijk eens die power in de been kan gebruiken. Donderdag was ik hier en toen waren er een aantal stukken nog meer op de power. En vandaag was alles opgedroogd, dus dat vond ik eigenlijk wel jammer. Dankjewel voor je uitleg, Talita De Jong. En dan flitsen we door naar de vrouw die tweede werd vandaag na een lange inhaalrace. Marianne Vos, die tweede plek, dat leek dan achteraf, is misschien makkelijk zeggen, het hoogst haalbare. Ja, ja. De zonnekant was zeker al gevlogen. En ik denk dat ik op het laatste rondje mijn ritme te pakken had. Ja, nou ja, goed. Dat was net op tijd voor het podium in ieder geval. Ja, wat gebeurde er dan eigenlijk bij de start vanuit jouw perspectief? Ja, ik schoot eigenlijk niet goed mee. En toen was meteen eigenlijk het gat al vrij groot. Ik zat wel 9e of zo. Maar ik reed gewoon niet hard genoeg. Dus dan toch een beetje minder dan in Zolder? Ja, dat voelde ik wel. Maar ja, goed, dat kan een keer. Kan je hebben na eigenlijk die jonge rentree nog met vrij veel wedstrijden op korte tijd? Ja, nou ja, op zich ligt het rondje me wel. Dus ik vond het wel jammer dat ik er niet echt doorkwam. Maar ik ben blij dat ik toch nog mee kon strijden. Hartelijk dank, Marianne Vos. En dan hebben we er ook de nummer 4 van de dag bij gehaald. De 4e vrouw vandaag binnen de 10 seconden. Heel knap gereden, Laura Verdonschot. Geflirt met het podium, maar ik denk toch tevreden. Ik heb het laatste 100 gehad op Talita dichtgereden. En dat was misschien mijn fout, maar ik ben heel blij met mijn 4e plaats. En ja, dat ik er nog bij zat van voor was ook al heel goed. Ja, we hadden het er voor de race nog over. Hè. Wanneer komt die aansluiting er met de wereldtop? Dit was rijden tussen de wereldtop. Ja, ik voelde mijn eigen vanaf de start goed en ik was meteen mee. En dan kan ik mijn eigen gewoon handhaven van voor. En ja, Sanne was meteen weg en dat gat was ook gemaakt. Maar voor de 2e plaats lag nog alles open. Maar in de laatste ronde kwam ik nog wat technische en tactiek tekort. En ja, maar dat leer ik met de jaren, denk ik wel. Je ziet natuurlijk af tijdens zo'n race, maar gezien de vrouwen waar je dan tussen rijdt, is het ook een beetje genieten?
Ja, natuurlijk. Ik zat tussen Marianne en Talita. En ja, dat is natuurlijk plezant. Vorig jaar zat ik veel verder achter. En ja, dat geeft heel veel moraal, moet ik zeggen. Proficiat, Laura Verdonschot. Zullen we nog eens kijken van hoe het allemaal liep? Dit is Brand in de openingsfase. Met de Jong erachteraan, dat is misschien wel ingestudeerd. Laten we meteen afstand nemen. En met z'n tweeën kunnen we dan Sanne Kant in de verdrukking brengen. Dat leek ook te lukken, maar Kant rijdt op een technische strook niet zomaar op achterstand. De Jong voelt dan op een bepaald moment, Brand is gewoon te sterk. Ik laat die even lopen. Maar als Brand er dan gaat bij zitten, dan moet de wereld weer wat bijgekleurd worden. En dan staat ook de Jong daar plots te prutsen. De ketting eraf. En dat kost haar mogelijke bonusseconden. En Kant weet dan dat ze daar moet mee gaan lopen. Kant pakt die bonusseconden, 15. En komt dan ook wat dichter in het klassement bij de leidster Talita de Jong. Brand heeft wat van haar betere pijlen verschoten in die beginfase, maar zal toch nog stand proberen te houden in de achtergrond. Wordt hier ingehaald door Kant. Dit is een struikelpartij van Vos. Die greppel wat verkeerd ingeschat. De Jong komt dan terug. Hier hebben we de passage onder de boog en die bonusseconde. Brand pakt daar eigenlijk ook seconden van haar wereldkampioene en kopvrouw weg. Maar goed, ze zat daar nu eenmaal vooraan in een gunstige positie. Technisch is het duidelijk de mindere in vergelijking met Kant. Dus gaat Kant afrekenen met haar. De Jong denkt van ik mag Kant niet laten lopen. Maar als je dan jezelf vastrijdt, ja, dan heb je een probleem. Dan is Kant definitief weg. Vooral omdat hij wel kan weerstaan aan het beukwerk van Rabo-vrouwen in de achtergrond. Verdonschot rijdt misschien wel de beste cross van het seizoen wat haar betreft. Gaat zelfs mee in het verweer en komt dan uiteindelijk op plaats 4. Maar Sanne Kant zet een 4 op een rij neer in de DVV-trofee. Het is gewoon baas als het Kempische crossen betreft. En hier hebben we dan Vos toch nog tweede. De Jong is derde en Verdonschot is vierde op plaats 5. Lucinda Brandt, 6 van Looy 7 kapteins. Dit is het nieuwe klassement. Kant komt er op 46 seconden. Geen bonus aan de streep. Ik herhaal het nog eens. Sophie de Boer is derde op 6.18. Jawel, Verschuren vierde. Dan Verdonschot op 5. Van Looy op 10 minuten al. Kapteins de zevende. Cels achtste. Verheestraat de negende. En Avlikova is tiende. Dus het blijft gelukkig een tweestrijd voor eindwinst. De rest is... God ja... 7 oppervlakte in de camper ver weggeschoten. Ja, gelukkig blijft het dan op deze manier toch nog een beetje open. En zal er op nieuwjaarsdag stevig gebikkeld worden tussen de vrouwen die u hier in beeld ziet. Met mogelijk Marianne Vos nog als scherprechter. Alhoewel, start die in Baal? Dat wil ik nog maar zien. Ja. Die er gaat aankomen binnen enkele ogenblikken. Plaatsje 4, 2 keer winst en nu een tweede plaats. Met de comeback van Vos is überhaupt niks mis. En dan de glansrijke winnares van deze zesde maals van de IJsburgse Ladies Trophy. Nu applaus voor de Belgische kampioen. Maar van het ogenblik dat je begint te praten of te oordelen over Sanne Kant, dat ze misschien wel te veel hooi op de vork neemt, dan slaat ze terug. Dan wint ze. Ja, 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 geen probleem voor haar. Ze is dan ook prof. Ze weet heel goed wat ze moet doen, wanneer dat ze moet rusten. En wie weet wat zit er straks in Bielles in Luxemburg op het WK. Daar zal ze ongetwijfeld moeten afrekenen met deze twee. Niet met Pauline Ferrand-Prévot, want die komt niet naar de cross dit seizoen. Dat is zonde. Die heeft haar buik vol van te veel aan competitie. Ja, ja, ja. Uiteindelijk. Uiteindelijk moet je is daar dat het verhaal van Vos. Te ambitieus worden leidt tot verval. Ja. Raar dat dat plots opduikt en dat er dan ja, twee bijna identieke verhalen zijn. Pauline Ferrand-Prévot die op de Spelen en de wegrit wilde winnen. En het... De cross country in de mountainbike en dat liep falikant af. Twee keer. Niet in staat om te volgen. En dus maar besloten om wat te knippen in haar trajecten, in haar winter en geen cross.
de belofte. We beginnen met Thijs Aarts, die steeds beter gaat crossen. Die vooral naar Kleppen kijkt, want Kleppen staat op een tweede plaats en die wil die behouden. Izerbeet is leider en Izerbeet gaat demonstreren dat hij die leidersplaats meer dan waard is. Hier zien we Yannick Peters in de achtergrond de troepen aanvoeren beter. En dit had je beter niet gedaan, Thijs Aarts. Maar hij is snel weer weg en hij zal ook snel weer aan het front verschijnen. Kleppen achter Izerbeet aan, maar Kleppen die gaat een knieval maken en dan is Izerbeet alleen. Komt er dan nog iemand terug? Ja, Thijs Aarts doet zeer, zeer goed zijn best. Wat rijdt hij fantastisch goed. Kijk naar zijn trui. Hij werd vorig jaar Belgisch kampioen, ook al omdat deze Izerbeet zwaar viel bij de start. Er moest er een herstart genomen worden in Lille en toen was Thijs Aarts de betere. Thijs Aarts ook al wereldkampioen bij de juniors, dus kan er wel wat van als er een trui moet uitgedeeld worden. En ik hou met hem rekening in Oostende. Hij wordt een van de favorieten. De topfavoriet bij afwezigheid van Hermans hier nu, Izerbeet. Zeker voor de wedstrijd van vandaag, maar ook voor dat BK, waar ook steeds meer zal over gesproken worden. Want dat komt er nu snel aan. Dat is zondag over 8 dagen. Izerbeet is alleen op een parcours dat nu niet meteen het zijnde lijkt. Maar hij gaat bijzonder snel met zijn korte beentjes over die loopstrook. Hier hebben we Kleppen en die gaat op de steun kunnen rekenen van zijn ploegmaat met de nationale trui aan op Thijs Aarts. Die komen met z'n tweeën samen. Izerbeet gaat zijn voorsprong in het algemeen klassement nog wat verder uitbouwen. En hier heb je de twee mannen van Telnet Fidea samen in de strijd. In de achtergrond Nieuwenhuis. Duidelijk niet zo in zijn sas als dat op Zolder het geval was. Een Tupalik. Dat zijn de beteren bij afwezigheid van een zieke Quinten Hermans. Izerbeet, het woelwater uit Bavikoven, gaat weer fantastisch tekeer. In de achtergrond doet Thijs Aarts zijn plicht. Gaat de Kleppen op sleeptouw nemen. En vermits er geen bonies te rapen zijn aan de aankomst, kan ook hij nog voor een podium plaats gaan. Maar Izerbeet is dan eigenlijk al binnen. En Thijs Aarts krijgt waar hij recht op heeft, die tweede plek. Je ziet dat hij overschot heeft. Kleppen wordt uiteindelijk derde, Nieuwenhuis vierde en Tupalik vijfde. Voilà.